Jullie rijden met een rouwband om door het overlijden van Bert Romp. Hoe is dat nieuws bij jullie binnengekomen? Ja, zeer schokkend natuurlijk. Ja, Bert de Paardenman en een goede collega van ons. Ja, dat is natuurlijk een enorme klap. En dat hebben we hier ook zeker herdacht. We hebben hier ook met de rouwband gereden. We hebben hier vrijdag op de eerste onderdelen nog een minuut stilte gehad. Ja, dat slaat er natuurlijk in. Maar daar, ja, we moeten door. En we hebben ook op een gegeven moment hier gewoon, uit naam van Bert, om Bert te eren, hier ook gewoon als beste bindje voorgezet. En we hebben het niet laten zitten. Ik ken Bert natuurlijk al zeer lang en was een zeer goede collega. En dat is natuurlijk zeer, zeer triest wat daar is gebeurd. En dat maakt mij weer ons duidelijk dat we van elk succes moeten genieten. En dat uiteindelijk een balk niet alles is. Dat het niet het einde van de wereld is.